Voorlopig Sinclair goed in de race. We zullen het snel weten. Want in de twee volgende ritten moet normaal gesproken de verdeling van de medailles bekend zijn. Hier is Angela Stanke, de vierde West-Duitse. En dit is Karin Kania. Wat gaat zij doen? Dat was de vraag die velen heeft bezighouden de afgelopen dagen. Kania start in de buitenbaan, Stanke binnen. Ze waren respectievelijk derde en vierde op de 500 meter eerder deze week. Er zal spanning zijn bij Kania, grote spanning, zonder twijfel. Is ze fysiek weer helemaal in orde? Heeft ze ook mentaal de gebeurtenissen kunnen verwerken? Ja, starter wacht ook wel erg lang, moet ik eerlijk zeggen. En dan is het vreselijk moeilijk om stil te blijven staan. Beide reizigers worden teruggefloten. Geen officiële valse start nog toegekend. Go to the start. En we proberen het opnieuw. Red. Kania buiten, Stanke binnen. Ik ben bijzonder benieuwd naar het optreden van Kania. Opnieuw dus rijdt ze tegen een landgenote hier op de Olympische Spelen. En voorlopig ziet het er goed uit wat ze doet. Ze komt met lichte voorsprong uit die buitenbocht en komt door in 18.35 over de eerste 200 meter. Dat is 2/10 langzamer dan Bonnie Blair. En kijk, is toch weer niet goed. Ze laat weer een slag lopen. Ze is even het evenwicht kwijt daar in die bocht. Toch een teken dat ze, laten we maar zeggen, mentaal niet helemaal in orde is. Ze heeft de dreun natuurlijk moeten verwerken in de afgelopen twee dagen. En dat moet ze toch voornamelijk zelf gedaan hebben. Maar voorlopig gaat ze aan de leiding en heeft ze het ritme nu goed gevonden. 600 meter tijd Blair staat rechtsboven in uw beeld. En hier is Kania, 47-22. Die blijft daar dan toch een halve seconde achter op de tijd van Blair. En nu moet die laatste ronde het dus doen. Kania kan als geen ander doortrekken in die laatste ronde, dat weten we. Ze is de wereldrecordhouder op deze afstand. Maar of het er echt helemaal uitkomt. 1.18.31, boven de beeld, dus de kloppentijd. En wat doet Kania? Jawel hoor, ze is er toch weer helemaal bij met 1.17.70. Vestigt ze niet alleen de snelste tijd hier, maar rijdt ze ook een nieuw wereldrecord. En dat is het beste bewijs voor de terugkeer op het hoogste niveau van Karin Kania. Ze heeft de tegenslag van de 3000 meter prima weten te verwerken. En die tijd die staat, ik moet nog zien of iemand daar nog aankomt, dat is hoogst onwaarschijnlijk. 1.17.70 is een hele, hele scherpe kilometertijd bij de vrouwen. Kania doet het dan toch maar weer. Vreesde even naar het kleine misslagje in het begin van de race. Maar het bleek een incidentje. Ze is weer terug, ze groet het publiek. En zo hoort het ook. Kania terug in competitie, gelukkig maar. Kania dus nu de snelste, Blair op de tweede plaats en Erik voorlopig op de derde positie. En van de acht rijders die we gehad hebben.